Goedemorgen, het is vandaag derde paasdag en ook vandaag weer Haagse Ochtendradio natuurlijk. Alleen in tijden van de coronacrisis is die helemaal anders. De show zelf niet, want we maken gewoon radio natuurlijk. Het enige programma dat hier vandaan komt overigens. Maar de hele redactie, ik kan het even laten zien, is helemaal leeg. En de verslaggevers en de redacteuren, die werken zoveel mogelijk thuis of vanaf locatie. En we houden heel veel contact met elkaar via de telefoon. En toch is het af en toe ook nog best wel ongezellig hoor, kan ik je vertellen. Hi, ik ben Chicky Traxel en ik doe de productie voor Den Haag FM. Nou, dat houdt in dat ik de interviews regel en ik hou de website bij. En dat gaat eigenlijk prima vanuit huis. Little Mix op Den Haag FM. Het is 9:30 geweest op deze derde paasdag. Goedemorgen, ik ben aan het klaarmaken om op pad te gaan en daarvoor neem ik een aantal dingen mee. Natuurlijk, mijn camera, zendeset voor geluid, microfoon met een AGFM plopkap, extra lens, een hengel om afstand te bewaren en schoonmaakdoekjes om alles lekker schoon te maken. En dat is wel even leuk. Gewoon een koffiezetapparaat met touchscreen. Die wordt elke dag schoongemaakt meerdere keren. En hier staat, dat kan je niet zien, corona is geen excuus om je afwas te laten staan voor een ander. Er zijn hier minder mensen en toch is er meer afval. Dat is best bijzonder. We zijn in ons vertrouwde gebied in de binnenstad van Den Haag. De grote Marktstraat, waar we de mensen altijd ondervragen. Nou, het interview gaat gewoon door, maar dan wel met extra maatregelen. Zo gebruik ik een hengel om 1,5 meter afstand te houden. Ik heb hier dus die stok, hier een soort klikkertje, die gaat er dan op. De microfoon, die gaat er dan zo in. Dan heb ik niet één, maar twee XLR-kabels. Klik. En dan gaat deze XLR-kabel gaat dus in de camera. En dan heb je dus die afstand waarmee je het interview kunt doen. Zoals je hier kunt zien, we kunnen hem ver genoeg reiken. Dat is eigenlijk wat we anders doen. Ja, je moet natuurlijk ook van de cameravrouw een beetje afstand houden. Even laten zien wie de cameravrouw is. Dat is Nadesh. Hoi. Kijk, met de camera. En daar zitten ook de zendertjes op voor het geluid. En zo gaan we dus te werk. Dit is de zenderset. Die maak ik van tevoren schoon. En geef hem dan aan degene die ik ga interviewen. Zodat wij lekker op 1,5 meter afstand blijven staan. Thuis blijven en thuis werken, dat is hetgeen wat wordt geadviseerd in deze tijd van corona. En het zorgt ervoor dat ik mijn radioprogramma Rob's Tussendoortje ook iedere werkdag vanuit huis presenteer. Dus we gaan gewoon programma maken. Nou, gasten hebben we normaal natuurlijk hier gewoon bij de studio zitten. Die mogen ook het pand niet meer in. En daarom doen we alles telefonisch. En dat werkt natuurlijk ook. Naar buiten gaan. Vier weken van thuisisolatie en een kapper die dicht is, dat zorgt voor dit haar uiteindelijk. Nou, en vanuit mijn keuken loop ik zo door naar het dakterras en dan geniet ik van het zonnetje en van de prachtige skyline van Den Haag. Nou, dan zijn we weer bijna op de redactie. Met de scooter weer veilig aangekomen zo. En als we dan binnenkomen, is het natuurlijk linea recta naar de wastafel om die handen te wassen, want dat is toch echt het belangrijkste. Telt u mee, 20 seconden. Als ik thuis kom na het filmen is het eerste wat ik doe handen wassen en alle apparatuur schoonmaken. En dan kunnen we nu aan de slag en niet het gezellige bureau naast Judy, maar helaas, ik laat er een bureau tussen open en ik pak dan deze twee beeldschermen om het item te monteren. En ik monteer vanuit huis waar ik nu ook deze behind the scenes heb gemonteerd. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje en abonneer. Hierboven, hierzo komt ie. Hop.